En zo gaan we dan op weg naar de laatste rechte lijn. En is Discovery Swiss inmiddels aan de kar gekomen van de koploper Elliot River. Maar Elliot River, die vindt toch wat extra. Zo lijkt het althans. Stal Crema's hier. In een geweldige tweestrijd. En het is nog niet bepaald wie het gaat worden. Ook Adelaar kon zich in het buitenste spoor melden. Maar het is aan de binnenzijde nog altijd Elliot River. Daar komt aan de buitenkant Discovery Swiss met één laatste jump. Maar die komt te laat. De 7 wint voor de 5, dan de 6 en dan de 3. Een en ander is voorlopig. En daar komt de voorlopige winnaar Elliot River en Dennis Minna. Gefeliciteerd Dennis. Het liep alles naar plan, denk ik. Ja, het liep zeker anders dan plan. Maar ja, als je daar komt te liggen, dan moet je doorrijden. En Tom gaf af. Dus dan kun je het tempo een beetje naar de hand zetten. En hij heeft inmiddels ook bewezen dat hij sterker geworden is. En hij maakt het super af tegen deze paarden. Hij staat natuurlijk in de klasse dat hij het ook niet al te makkelijk heeft altijd. Alleen dit soort koersen past hem wel. Ja, dit past hem zeker. En als je inderdaad het tempo er even uit kan halen, dan heeft hij altijd wat over. Mooie winnaars, dames en heren. Elliot River, Dennis Minima. Ze winnen hier in 1:20.7. ...50 meter nog. Startgevallen, paarden onderweg. De outsiders die snellen hier naar de leiding. Waarbij aan de buitenzijde ook John de Leeuw zich meldt met zijn nummer 5 Discovery Swiss. En die zeilt door aan de buitenkant. En passeert nu Brian Vader die net met BMW Mirage de leiding over had genomen. En dus krijgen we een nieuwe koploper. En dat is John de Leeuw met paard nummer 5 Discovery Swiss. Maar er komt reactie. Want Tom Kooijman brengt zijn Diane Lane nu in de hoogste versnelling. En die komt aan de buitenzijde de leiding misschien overnemen. Daar zal misschien Minima niet zo blij mee zijn. Want dan komt hij met zijn neus in de wind. Maar ja, John rijdt zijn eigen koers en behartigt de belang in dit geval van de heer Kloosterman. En dit leek hem de beste optie. We hebben Diane Lane nu aan kop van het veld. Maar Diane Lane gaat op zijn beurt, of op haar beurt moet ik zeggen, de aanval krijgen van een opkomende Elliot River. En daar wil Kooijman wel aan kwijt, denk ik. We komen in de rechte lijn en daar neemt Elliot River aan de buitenzijde de leiding over. Dus een knap staaltje rijden van Dennis Minima met nummer 7. Zo door naar de kop met nog 2 rondes te gaan. Elliot River, lengte voor. Diane Lane op de 2e plaats. Daar kan je er niet gerust op zijn. Daarachter is het dan Discovery Swiss en de 4e plaats is voor Benjamin Mirage. Aan de buitenzijde krijgt de Yokohama S geen moeilijk parcours. Toch knap met 1 en dan als eerste paard aan de buitenkant. Maar dat is nou eenmaal de tactiek van Kees. En daar heeft hij genoeg mee gepresteerd en bereikt. Daarachter is dan aan de binnenzijde Adelaar. Paarden gaan halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan koersen met Elliot River, die hier het veld zijn wil oplegt. Heeft een lengte voor op Diane Lane, maar die volgt toch wel als een sluipmoordenaar in de wachtkamer. Maar daarachter dreigt het gevaar van Discovery Swiss, John de Leeuw in derde stelling. Aan de binnenzijde Benjamin Mirage en aan de buitenzijde Yokohama S. En daarachter is er ook aansluiting voor paard nummer 6 Adelaar. Maar Adelaar heeft andermaal te maken met een lastig parcours, want die kan op dit moment er niet omheen en ook nog niet binnendoor. En zo Yokohama S die geeft ook niet zomaar op. We komen in de rechte lijn voor de tribune langs de rechter straks met nog 1 ronde te gaan. Ik kijk even naar de kenners om me heen en dat wordt bevestigd. Het is aan de kop van het veld. Elliot River. 2e plaats daarachter dan die nummer 3 Diane Lane. Dan is het De Leeuw. Die brengt zijn paard nu in stelling. En dat is aan de buitenzijde Discovery Swiss. Binnendoor kan Benjamin Mirage wat opschuiven. Adelaar krijgt een vrij spoor en heeft hij toch een mooie koers op maat gehad. Want Yokohama S moet op dit moment even passen. We zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En het is daar dat Elliot River aan kop van het veld een geweldige versnelling plaatst. Loopt nu wat weg van het veld, maar Discovery Swiss, die ben je niet zomaar kwijt en die komt naar de 2e plaats. En de buitenzijde Adelaar, die ook met grote stappen nader en nader komt. En zo gaan we dan op weg naar de laatste rechte lijn. En is Discovery Swiss inmiddels aan de kar gekomen van de koploper Elliot River. Maar Elliot River, die vindt toch wat extra. Zo lijkt het althans. Stal Crema's hier. In een geweldige tweestrijd. En het is nog niet bepaald wie het gaat worden. Ook Adelaar kon zich in het buitenste spoor melden. Maar het is aan de binnenzijde nog altijd Elliot River. Daar komt aan de buitenkant Discovery Swiss met 1 laatste jump. Maar die komt te laat. De 7 wint voor de 5, dan de 6 en dan de 3, een en ander is voorlopig.